Welkom bij Lees en Schrijf Gezondheid. In dit programma gaan we iedere week met iemand mee op bezoek bij een arts of iemand anders uit de gezondheidszorg. En je krijgt handige tips en informatie over je eigen lichaam en gezondheid. Met deze keer ook aandacht voor het lezen van schema's. Dit is Kiki Tutelaar. Kiki is 12 jaar oud en doet fanatiek aan handbal. Helaas heeft ze een aandoening aan haar knie en kan daardoor al maanden niet meedoen. Over een paar dagen heeft ze een afspraak bij haar huisarts voor controle. Maar vandaag gaat ze mee met haar handbalteam om de meiden aan te moedigen en te helpen met de warming-up. Voor de zomervakantie had ik al heel erg last van mijn knie. En toen ben ik gestopt ook met handbal een tijdje. Dat was de laatste wedstrijd. En in de zomervakantie voelde ik niks. En na de zomervakantie ging ik weer trainen met handbal. En voelde ik het weer. Ik kon eigenlijk niet meer hardlopen voor het warmlopen, voor de training. Toen zei mijn trainer, ja, dat had je vorig jaar ook. Dus ga even naar de fysio. Dat is misschien wel handig. En toen ben ik naar de fysio gegaan de dag daarna. En die zei toen van, ja, je hebt een knieklacht, of goed sletter. En ja, je moet dat wel doen en dat niet doen. Osgood Schletter is een gewrichtsaandoening die vooral voorkomt bij pubers die snel groeien en tegelijkertijd veel aan sport doen. En toen zeiden ze, ja, je moet even foto's laten maken. Dan kunnen we zeker even weten dat het Osgood Schletter is. En dan kunnen we ook je tijd bepalen hoe lang je niet mag spelen. Toen heb ik foto's laten maken en daarna ben ik naar de huisarts geweest. Haar knieaandoening zorgt ervoor dat Kiki veel actieve dingen voorlopig niet meer mag doen. Ik mag niet gymmen op school. Ik mag alleen fietsen en zwemmen eigenlijk. Dus niet voetballen buiten, niet van alles druk doen, gewoon rustig aan. En als ik wel wat aan mijn conditie wil doen, zwemmen of fietsen. En voor de rest niet. Het team van Kiki verliest met 7-6. Ze hebben hun best gedaan, maar Kiki wordt duidelijk gemist in het team. De meiden zijn wel blij dat ze er altijd bij is. Nou, wij vinden het heel leuk dat ze altijd meegaat. Nog even een teamfoto en dan kan de gespeelde wedstrijd geëvalueerd worden. Als het dichter was gebleven, dan hadden we wel een grotere kans gemaakt. Ja. Als Kiki had meegedaan, hadden we wel gewonnen. Ja. Kiki is een puber. En pubers zijn kinderen in de leeftijd zo ongeveer van 11 tot 17 jaar oud. In deze periode worden kinderen langzaam volwassen. Dat betekent heel veel. Aan de ene kant zie je dat ze langzaam groeien in hun rol van volwassen zijn in het dagelijks leven. Ze kunnen beslissingen gaan nemen. Ze willen het gedrag overnemen van volwassenen. Ze gaan experimenteren. Ze gaan wat roken, alcohol drinken en natuurlijk ook het onderzoeken hoe relaties werken. De puberteit laat niet alleen veranderingen zien in het gedrag van het kind, maar ook allerlei biologische veranderingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de groeispurt, het langer worden, deels door hormonen bepaald. Dat zie je ook bij Kiki. Kiki groeit en door het snelle groeien zie je dat het sporten en intensieve inspanning niet altijd goed samengaat met de groei van de botten en de pezen die eraan zitten. Niet alleen de botten groeien tijdens de puberteit. Hersenen ontwikkelen heel snel in deze periode. Hersenen staan onder invloed van hormonen en deze wisselen snel tijdens de puberteit. Deze verandering in de hersenen maakt dat het slaappatroon verandert. En het veranderen van het slaappatroon geeft een heel ander nacht- en dagritme. Pubers slapen daarom vaak ook minder. Minder dan dat hun lichaam nodig heeft. En dit kan zeker op bepaalde momenten tot problemen leiden. Denk bijvoorbeeld aan vroeg uit je bed komen als je naar school moet. Ook allerlei andere veranderingen treden op. Denk hierbij aan de borstontwikkeling, de eerste menstruatie en bij de jongens het uitgroeien van de penis en het groter worden van de zaadballen. Tijdens de puberteit neemt de beharing toe. En deze beharing is zichtbaar en dat kan soms tot schaamte leiden. Belangrijk voor opvoeders of ouders om daar aandacht voor te hebben. Het gaat redelijk goed met Kiki's knie. Haar moeder heeft een afspraak gemaakt bij de huisarts voor controle. Het is fijn om precies te weten waar Kiki aan toe is. Kiki heeft van tevoren goed nagedacht over wat ze van huisarts Pieter Bots wil weten. Hallo. Hallo. Hoi.
Hallo. Nou, fijn dat jullie er zijn. Kiki, je kwam hier voor controle van je knie, hè? Ja. Nou, vertel eens, hoe is het op het ogenblik? Nou, het gaat op zich wel goed. Ik ben weer 1 keer in de week aan het handballen, alleen de training. En soms heb ik, als ik dan aan het rennen ben, soms nog wel last. Mm-hmm. Maar ik wilde dus even weten of dat hoort of dat het raar is of zo. Je hebt wel het idee dat het beter gaat. Je hebt in ieder geval, je bent wat minder gaan sporten. En je hebt door het minder sporten minder last gekregen. En als je nu sport, dan voel je het nog een beetje. Ja. En je wil eigenlijk weten of dat wel de goede kant op gaat. Ja. Oké, dan gaan we even naar de knie kijken. En dan dat doen we eventjes in de onderzoekruimte. Ga je mee? Ja. Kiki weet hem precies te vertellen wat goed gaat en wat minder goed. Als jij dan heel even de broek omhoog doet en de schoenen uit en dan even op de rand zit. Dan kom ik er zo aan. Ja, is goed. Nou, laten we eens even kijken. Nou, wat wel heel prettig is. Je had hier, die bobbel was veel groter. Die is nu een stuk minder, hè? Ja. Dan ga ik er zo op kloppen. Voel je dit nog een beetje? Een beetje. Een beetje nog, hè? Dat, ja. Vorige keer deed dat veel meer pijn, hè? Ja, het is nu nog wat gevoelig. Ja. Nee, dat gaat hartstikke goed. Ik ben heel blij mee. Oké. Oké, kom maar richting spreekkamer. Ja. Zo. Nou, ik vind dat het in ieder geval een heel stuk beter eruit ziet dan een paar maanden geleden. Ik ben er heel, heel erg blij mee van wat ik zie. Zoals ik al had verteld, hè, van, je weet wat er aan de hand is. Hè, van het is een, we noemen dat een, met een heel moeilijk woord, Osgood-Schlatter. Kijk, dit is een kniemodel. En je ziet hier een klein bobbeltje zitten. Dat is dat bobbeltje wat net zo gevoelig was. Of wat eerst heel pijnlijk was en nu minder pijnlijk. Daar zit de pees aan. En die pees die trekt aan de knieschijf. Je kan je voorstellen dat als je hard groeit en je sport veel, dat er ontzettend veel kracht komt op dat plekje. En dan kan soms, doordat die groeischijf daaronder zit, en die groeischijf is wat minder sterk dan het echte bot, dat het daar een beetje gaat losfrikken en gaat zeuren en pijn gaat doen. Nou, doordat je nu, zoals je de laatste tijd hebt gedaan, minder intensief bezig bent geweest met sporten, krijgt het weer de kans om beter vast te zitten en gaat de pijn ook weg. En dadelijk als je uitgegroeid bent en volwassen bent, is het ook over. Dus dan krijg je die klachten ook niet meer. Oké. Ja? Ook al weet Kiki wat ze heeft, toch luistert ze met aandacht naar de uitleg van de huisarts. Zo krijgt ze een nog beter beeld van haar knieprobleem. En betekent dat ze ook weer verder mag gaan opbouwen met sporten? Dat is een hele goede vraag. Dat is inderdaad de bedoeling. Het is echt de bedoeling dat je vanaf nu intensiever weer gaat trainen. En dat in samenspraak met de fysiotherapeut. En dat uiteindelijk je over een maand of drie helemaal klachtenvrij bent. Als het toch nog klachten geeft, dan ben je natuurlijk altijd welkom om even terug te komen of wat informatie te vragen. En zo niet, dan was dit de laatste keer. En dan hoop ik dat je er weer helemaal vol tegenaan kan gaan. Ja, ja. Afgesproken? Ja. Oké, nou. Het handballen moet Kiki de komende tijd rustig weer opbouwen. Gelukkig heeft ze iets gevonden om haar knie sterk te maken en haar conditie op peil te houden. Nou, ik ben nu aan het hardlopen in het bos. Ik heb een schema gekregen van de fysiotherapeut. Dat is dat ik 5 keer 2 minuten moet hardlopen. En dan moet ik afwisselen op grind en op asfalt. En tussen die 2 minuten rennen moet ik 1 minuut wandelen. En dan moet ik weer verder gaan. Dus in totaal moet ik 15 minuten hardlopen. Als ik 2 keer in de week mag trainen, dan moet ik 1 keer hardlopen. En als ik gewoon weer helemaal mag spelen, hoef ik helemaal niks meer. Kiki heeft een schema gekregen om te trainen. En dat is nodig, want ze heeft last van haar knie. Maar als je zelf weer gaat sporten, is het misschien goed om ook een schema te gebruiken. In zo'n schema is op eenvoudige wijze weergegeven hoe je het sporten het best kan opstarten. Het is namelijk heel belangrijk om voorzichtig te beginnen. Want anders kan je je spieren en je gewrichten te veel belasten. Dan kan je misschien gaan blesseren en dan heb je juist het tegenovergestelde bereikt van dat wat je wilt. Dit is een voorbeeld van een hardloopschema. Hoe lees je nou zo'n schema? Je moet verschillende dingen combineren. Je leest van boven naar beneden de opbouw in weken. Bovenaan staat week 1 en beneden staat week 16. Vervolgens lees je van links naar rechts de opbouw in minuten die je gaat lopen. Deze loopt op van 17 minuten in de eerste week
tot en met 60 minuten in week 16. Ook kan je kijken naar de kleuren in het schema. Rood betekent hardlopen en groen betekent wandelen. Ben je benieuwd hoe je schema eruit ziet in week 7? Je gaat met je vinger dan van boven naar beneden tot je bij week 7 bent. Van daaruit ga je dan met je vinger van links naar rechts. Je ziet nu dat je dan 30 minuten bezig bent. Kijk dan naar de kleuren. Je ziet precies hoeveel minuten je mag hardlopen en hoeveel minuten je moet wandelen. Met zo'n trainingsschema kan je voorzichtig opbouwen en bereik je uiteindelijk een optimale conditie. Want hier geldt, een goede start is echt het halve werk. Dat Kiki nog niet volledig mag handballen, heeft niet alleen nadelen. Kiki zit in het eerste jaar van het VWO. Ze moet daar hard voor werken. Het buurmeisje Alexa komt vaak langs om samen huiswerk te maken. Ik heb een best wel drukke agenda. Ik heb heel veel huiswerk, heel veel toetsen en proefwerken. En nou, ja, het is wel heel erg wennen. Die extra vrije tijd komt dus goed uit. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote uitdaging voor Kiki. Soms is het veel te gezellig voor huiswerk. Meestal dan neem ik huiswerk mee, alleen dan krijg ik het geen eens af. Of we werken er niet aan. Ze zeggen wel, ja, we gaan huiswerk maken. Alleen dan gaan we kletsen en muziek aanzetten en op computer. En voor de rest eigenlijk niks. En dan vragen de ouders, waarom hebben jullie het niet af? Dan zeggen we, ja, sorry, het lukte niet. Snap je het niet? Het is voor veel ouders heel lastig als hun kind aan het puberen is. En er zullen zeker momenten zijn dat ouders hun kinderen achter het behang willen plakken. Ze dagen je uit. Hoe ga je daar nou precies mee om? Lastig. Een paar tips. Je kind is een mens met een eigen karakter en met eigen talent. En de puberteit is een periode waarin het kind dit allemaal wil ontdekken en wil uitzoeken. Ze willen op vakantie, ze willen zien wat ze kunnen. Ze willen muziek maken. Al deze interesses kunnen soms haak staan op dat wat altijd geweest is. Dit vraagt een oplossing en dat kan lastig zijn. En soms moeten er ook naar nieuwe oplossingen gezocht worden. Dit is iets waar u samen met uw puber doorheen moet. Daarnaast zijn er allerlei veranderingen aan het lichaam van de puber zelf. Dit kan soms leiden dat hij zich wat terugtrekt. Misschien ga je merken dat hij wat lastiger de badkamer deelt. Bijvoorbeeld met zijn ouders of met zijn broers en zusjes. De puber schaamt zich snel. En dit is iets om op te merken. Eén ding moet je echt goed opletten. Neem de puber in zijn gedrag serieus. Want zolang je de puber serieus neemt, hou je ruimte om tot een gesprek te komen. Het lichaam van de puber groeit snel. En voor deze snelle groei heeft het lichaam bouwstoffen nodig. En die bouwstoffen haalt het lichaam uit de voeding. Let daarom op de voeding. Die moet van goede kwaliteit zijn. Daarnaast moet de puber goed sporten. Voldoende sport is daarom goed. Ook voor de ontwikkeling van zijn spieren en van zijn skelet. Bij het hardlopen gebruikt Kiki een schema. In dat schema staat per week beschreven hoe lang en hoe vaak ze mag rennen. Zo zorgt ze ervoor dat haar knie niet overbelast wordt. Als ze zich aan dat schema houdt, zal haar knie goed herstellen en kan ze over een paar weken alweer wedstrijden spelen met haar team. Dit was Lees en Schrijf Gezondheid. Ga voor meer informatie naar www.leesenschrijf.nl. Hier kun je alle afleveringen bekijken en kun je ook zelf oefeningen maken. Bij dit programma is ook een werkboek beschikbaar. Op de website lees je hoe je dit kunt bestellen.